Het is 3 mei, ik denk na over autisme en erfelijkheid. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar kom ik gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog of deel het even met een van de mensen rondom je heen die ook iets met autisme heeft. Vandaag las ik de reacties op een van mijn vorige vlogs en daar schreef iemand: ja, logisch dat je zoontje autisme heeft, want autisme is 100% genetisch bepaald. Nou, dat genetisch bepaald is wel logisch. Er zijn een groot aantal genen bij betrokken, maar het wil nog niet automatisch zeggen als je die genen bij elkaar doet, dat er dan autisme komt. En er is ook geen wet die dan bepaalt dat er dan autisme komt. Er zijn ontzettend veel onderzoeken over autisme en erfelijkheid geweest en die spreken elkaar weer ook op allerlei manieren tegen. Nou, ik ben geen wetenschapper. Als je die onderzoeken een beetje, zeg maar, simpel vertaalt, dan kom je eigenlijk bij uit, oké, dat autisme, daar zijn heel veel genen bij betrokken, maar het wil niet zeggen dat je dan per se een kind met autisme krijgt. En dan maakt het ook weer uit of je dan een partner hebt zonder autisme of een partner met autisme, want er komen er natuurlijk nog meer genen die iets met autisme hebben. En hoe zou het dan zijn als je in de opvoeding heel erg rekening houdt met dat autisme en iemand eigenlijk op een ideale manier opvoedt, doordat je diegene al begrijpt? Dan weet ik dat zo'n opmerking dan ook weer discussie op kan roepen en dat doet het bij mezelf eigenlijk ook wel weer, want ja, heb ik mijn zoon dan autistisch opgevoed? Lijkt me sterk. Natuurlijk weet ik dat ik op mijn manier een vader met autisme ben. Ik kan wel een leuke anekdote over vertellen. Toen hij net geboren was, waren we in het ziekenhuis. Ik mocht zijn eerste flesje geven. Dus ik zat met hem op schoot. Het was echt het prachtigste moment van mijn leven. Ik gaf hem dat flesje en na het flesje zei die zuster: nu moet hij een boer laten. En toen liet ik een keiharde boer. Toen zei die zuster: meneer, wat doet u nu? Dit is nogal ongepast. Ik zei: ja, maar hij weet toch niet hoe dat hij een boer moet laten? Iemand moet het toch voordoen? Toen dacht ik al: oké, dit wordt een bijzondere tijd voor mij als vader met autisme. Maar er zit ook weer een stukje menselijkheid in. Laatste onderzoeken bewijzen ook wel dat autisme soms ook door trauma kan komen. De opmerking is, denk ik, mijns inziens iets te kort door de bocht. Want er zijn nog veel meer factoren. Wil we goede beeldvorming over autisme krijgen, dan moeten we dat soort dingen ook bespreekbaar maken met elkaar. Daarnaast kan het tot angst leiden voor mensen met autisme. Ja, ik wil geen kind nemen. De mensen die zich afvragen waar ik sta hier echt op een heel leuk kunstenaarsparkje ergens in Enschede, waar ik echt gewoon graag mag zitten. Het is het einde van de dag. Je ziet erachter ergens de zon ondergaan.